Sam! Sam! Zeg, heette jij niet Sam? Wat doet een naam ertoe? Zou niet een roos, wanneer ze anders heette, even lieflijk ruiken? Mooi, scheurkalender? Nee, Shakespeare. En je reageert weer. Ja. Is er iets? Nee. Ja. Laura, wat heb ik overhoop gehaald? Ik heb een prachtig huis aan de Amsterdamse gracht verkocht. Ik heb mijn twee kinderen uit de grote stad weggerukt, op een boot gezet naar een eiland voor een droom. Een gastenverblijf op Texel. Ja, en je hebt die droom waargemaakt. Je hebt nu een gastenverblijf. Nee, ik heb een verblijf. Geen gasten. Voor dit weekend heeft nog niemand geboekt. Niemand voor het volgend weekend. Niemand voor het weekend daarop. Niemand voor het weekend daarna. Dit heeft gewoon even tijd nodig, Sam. Je had vorige week toch gasten? Je kan moeilijk verwachten dat je nu meteen elk weekend vol zit. Dat moet zich gewoon even rondpraten. Ik voel me volslagen nutteloos. Ja, dat ben je ook. Ja, dank je. Ik hou ook van jou. Dus moet je er wat aan doen. Mensen moeten het fijn vinden om hier naartoe te komen. En ze blijven komen als je ze het gevoel geeft dat ze welkom zijn. Geef ik ze dat dan niet? Jawel. Maar? Je moet natuurlijk niet boos worden als ze om schone lakens vragen. Ja, kom op, Laura. Je neemt toch ook niet elke avond schone lakens? Nou, wel als er vorige avond iemand anders in heeft geslapen. Ja. En het is ook heel normaal als de gasten gebruik maken van je wc, hoor. In een bed and breakfast. Dat vind ik zo'n smerig idee. Ja, je kan ze moeilijk vragen om in het weiland te gaan zitten. Niet? Oké, ik begrijp het wel. Ik moet er gewoon aan wennen. Ik begrijp het. Ja. Echt, mensen komen graag terug als ze het gevoel hebben dat ze te gast zijn in een warm gezin. Ja. He, met een leuke vader, leuke kinderen. Ja, alleen waar haal ik zo gauw twee leuke kinderen vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Ja. Wanneer ga jij naar Amsterdam? Hoe weet jij dat ik naar Amsterdam ga? Je doet alleen de afwas. Nou en? Als ik jou vraag af te drogen, krijg ik eerst een half uur gezeur. Maar als je wil helpen, graag. Nee, zeg. Ik ben met de level bezig en ik kan niet zeven. Bovendien... Dat bedoel ik, gezeur. Ik heb er geen tijd voor. Omdat? Ik naar Amsterdam ga, ja. I rest my case. Weet Paat al? Nou, als ik het voorzichtig inkleed, moet het lukken, toch? Wat denk je zelf? Je zit pal voor je eindexamen. Als jij nu naar Amsterdam gaat, dan krijgt hij ter plekke een hartverzakking. Nou, dan zorg ik in ieder geval dat ik op tijd terug ben voor de begrafenis. Wat is het stil? Heb je het over mij? Kom op, zeg. Daar zijn we toch al lang over uitgeluld. Beetje meer respect, hè? Oké, daar zijn we toch al lang over uitgepraat. Beter? Veel beter. Nee, we hadden het over haar eindexamens. Dat ze zoveel moet werken, toch? Dat komt helemaal goed. Daar heb ik het volste vertrouwen in. En jij? Heb jij geen huiswerk? Nee, dat maak ik zondag wel. Mooi. Dan kun jij nu eventjes de DVD-speler voor het gastenverblijf gaan kopen. Nou, ik wou eigenlijk liever... Nee, eerst de DVD-speler kopen. Doe er maar een paar nieuwe filmpjes bij en een paar spelletjes voor de regenachtige dagen. Pincode 2711, jullie verjaardagen. Pap, je lijkt wel gek. Straks komt hij met een brommer thuis. Ik vertrouw mij zo. Een brommer. Ik ben toch niet gek? Nee, ik kom veel liever met de scooter thuis. Hé, je doet wat je gezegd wordt. Bonnetjes niet vergeten. Ja. Nou, dan ga ik ook maar weer eens verder met mijn Frans. Kom op, zo erg is het toch niet. Even doorbijten. Jawel, maar het is zoveel. Ik weet soms gewoon de eenvoudigste dingen niet meer. Ik zou er eigenlijk eens even tussenuit moeten. Goed idee. Ga maar een lekker strandwandelingetje maken, waait je mooie kopje leeg. Zie je daarna weer heen zitten. Nou, ik wil eigenlijk een weekendje naar Amsterdam. Ik wist wel dat een adder onder het gras zat. Wat nou, addertje? Ik zeg toch gewoon dat ik een weekendje naar Amsterdam wil? Ja, en ik zeg gewoon dat het niet gebeurt. Wat heb jij nou ineens? Ik ga zo vaak een weekend naar Amsterdam. Precies, vandaar die voetbaluitslagen op je kerstrapport.
Dat is gemeen. Ik had een 3 voor wiskunde en een 4 voor economie en die vak heb ik laten vallen. Liefje, je moet werken aan je Frans. Je zegt het net zelf. Maar dat ga ik juist doen. Felix studeert Frans. Hij gaat mij helpen. Ja, daar trapt vader niet in. Je hoeft nergens in te trappen. Ik neem mijn schoolspullen mee en ga samen met Felix mijn examen voorbereiden. Dat is het hele idee. Dit is een slecht idee. Bovendien, ik heb je hier nodig. Aha. Ik wist wel dat er een addertje onder het gras zat. Jij gaat stappen met Laura en die kan hier mijn kleine broertje gaan passen. Nou, daar trap ik toevallig niet in. Ik ga helemaal niet stappen met Laura. Het wordt dit weekend prachtig weer, dus... Wat nou dus? Daar heeft nog niemand geboekt. Nee. Dan moet ik even rondpraten, maar als ze komen... dan willen die gasten verblijven in een warm gezin... met een leuke vader en 2 leuke kinderen. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ja, waar vinden we zo snel een leuke vader? Ja, die grap had ik zelf ook al... Sorry hoor, maar ik moet echt leren voor mijn Frans... en ik kom er in mijn eentje niet uit. Die rotzooi ergens anders weg. Het is visafval. Mest voor de rozen. Daar zijn ze dol op. Vissenkoppen? Meen je dat nou? Zeker weten. Ik zie dat hier nergens staan, hoor. Dat vind je ook niet in een boek. Ik hoorde het van mijn vader. En die had het van zijn vader. En die had het weer van zijn vader. Oké, okay. Ja, op die manier, hoor. Weet je zeker dat die rozen niet naar vis gaan stinken? Nee, hoe komt u daar nou bij? Als je mest gebruikt... dan ruiken ze toch ook niet naar stront? Nee, ja. Ja, die wubben. Helemaal gelijk, ja. Ik zal die schrijver toch eens tippen. Even zitten. Gaat Marjolein nog naar Amsterdam dit weekend? Hoezo? Nou, dat zei ze, dacht ik, vanmorgen. Ze wou naar Amsterdam, zei ze. Dus ik kan zoveel zeggen, ze zit vlak voor de eindexamen. Daar moeten ze zich op concentreren, niet op vriendjes in Amsterdam. Nee, tuurlijk. Ze moet het halen. Ik ben er weer. Goed zo, jongen. Ik heb de spullen, pap. Ik kom. Het is even doorbijten, maar ze gaat niet naar Amsterdam. Ze zoekt hier maar een vriendje. Maar wat ik vroeg... Bottoms up... Niet kletsen, maar ketsen. Blonde dozen, fozen. Ja, die was in de aanbieding. Gadverdamme, jongen. Ik wil die rotzooi niet in mijn huis hebben. Ach, doe normaal. Ieder beetje hotel heeft wel een pornokanaal op zijn tv. Ik heb geen hotel, ik heb een bed and breakfast. Nou, oké, dan hou ik ze zelf. Dat je gedacht, je gaat ze maar ruilen voor gewone films. Vrolijke films, Mamma Mia, Bambi, voor mijn part The Sound of Music. Nou, ik ken anders mensen die daar ook behoorlijk opgewonden van raken. Hou erover op, Flip. Hier, spelletjes. Spelletjes? Ik zie er maar één. Het is de PlayStation. Het is onwijs vet. Ja, maar wat moet ik hier nou mee? Ik bedoel, Monopoly, Scrabble, gewoon spelletjes. Scrabble? Doe normaal, man. Dit is cool. Maar wat kost dit ding dan? Alsjeblieft. Ben je nou helemaal van de pot gerukt? Pap! Ik heb een boeking aangenomen. Voor het hele weekend. Wanneer? Net toen je in de tuin was. Ik wist dat ze zouden komen. Wat doen we nou met die PlayStation? Hey, cool PlayStation. Hij is niet alleen cool, Marjoleintje. Hij is ook onwijs vet. En gelukkig helemaal gaaf. Dus kan hij meteen terug naar de winkel. Vergeet vooral die pornofilms niet te ruilen. Porno? Puber. Zakelijk. Puur zakelijk. Kom, pap. Ik zal je even helpen de kamer in orde te brengen. Oh, oké. Ga. Oh, wat lief van je. Ik noem je bloemen. Ik noem je merel in de vroegte. Ik noem je mooi. Hoe kom je aan die kussens lopen? Gekocht voor de gastenkamer. Ik heb het bonnetje. Huh? Is toch leuk om je hoofd op zo'n mooi gedicht te leggen? Ga nu maar liggen, liefste, in de tuin. Ja, het is apart. Beter dan porno. Kan ik nou die dvd aansluiten? Ja, tuurlijk. Wat doet mijn badjas daar? Voor de gast. Dan kan hij zich een beetje thuis voelen. Thuis voelen? Waarom moet een gast zich hier thuis voelen? Een gast komt hier toch juist om eens even uit te zijn? Hé, laat nou hangen. Nee, dat vind je raar dat zo'n type in mijn badjas gaat lopen. Dat vind ik echt een vervelend idee. Flauw hoor.
Moet wel een hele bijzondere gast zijn dat jij zo uitslooft. In onze bed and breakfast is iedere gast bijzonder. Zorg jij nou maar dat die DVD het doet. Hij doet het. Ja. Ik had je toch gezegd dat je die troep terug moest brengen. Smaken als een rotzooi. Ik wou je toch nog even overtuigen. Pa, echt, het is een goudmijn. Je kan ze verhuren voor 10 euro per dag. Flip, porno en horror, daar gaan de mensen over praten. Ja, dat wilde je toch? Nee, niet op die manier. Nou, ze kunnen beter over je fiets lullen dan Flip, over... Flip, hou erover op, breng die rotzooi terug. Kom! Ach, laat hem toch, dat vind je hem nog zoveel leren. Jij ook. Voor je eindexamen, had ik begrepen. Oh, shit! Doe hem de groeten. Waar gaat ze nou heen? Daar kom jij snel genoeg achter, denk ik. Het stinkt wel naar vis. Dat is morgen weg. En wat zeg ik dan vandaag tegen mijn gasten? Ramen en deuren dicht houden. Maak dus je geen zorgen. U zegt gewoon dat er een frisse zeewind over het wat waait. Daar komen ze toch voor? Wie is dat? Marjolein. Ja, nee, ik bedoel natuurlijk. Leuk, hè? Felix heeft een tandem gehuurd. Felix, dat is een verrassing. Dag meneer Van der Duin, hoe gaat het? Goed. Ja, ik dacht als de berg niet naar Mohammed komt, komt Mohammed wel naar de berg. Ze zat zo omhoog met haar Frans dat ik haar even kom helpen. Roerend aardig van je. Felix heeft de gastenkamer geboekt voor het hele weekend. Heb ik je toch verteld? Nee, liefje, dat heb je niet verteld en dat weet je heel goed. Je hebt alleen maar gezegd dat de kamer geboekt is, maar niet door wie. Oh, nou ja, dat is me dan op dat moment even door het hoofd geschoten. Ach, wat is dat? Alsjeblieft, voor de kamer. Poten bij de vis. Ja, dat is de frisse zeewind die over het wat naar ons toe komt waaien. Ik voel me, hoe zeggen we dat ook alweer in Amsterdam, genaaid. Nou, maar dat is best een lekker gevoel, toch, pap? Kom, ik zal je even de kamer laten zien. Hey, Felix. Wat een verrassing. Ja, hij kon me helpen met mijn Frans. Nou, ze heeft de beste kamer voor je klaargemaakt, hoor, de schat. Ja, dag, Flip. Hey, ik heb nog een te gek pornootje voor jullie. Dat hebben wij niet nodig, knilletje. Maar misschien dat het jou een handje kan helpen? Een goede kamer. Aan welke kant slaap jij het liefst? Ben je niet gekomen om te slapen? Hou op. Hier, lees. Een lege plek voor iemand om te blijven. Nou, ik weet niet of ik mij deze kamer zo lang kan permitteren. Dan kraken we hem toch? Ik vind dit de ideale plek voor een beetje bijles. Oh, bijna vergeten. Mademoiselle, nous parlons seulement français. Pardon? Très bien. Best man, Marjolein. Je t'aime. Moi non plus. Mon amour. Marjoleintje! Heb je hem toch geboekt? Ja, maar het gaat leider niet. Dit zimmer is schon bezet geworden. Bezet, Quatsch. We hebben geboekt en die boeging is ons bestätigd worden. Vom VVV. VVV? VVV. VVV? Dit zimmer is de boeging is gegaan via Marjoleintje. Zij hebben de kamer ook geboekt via de VVV. Hoe zit dat? Heb jij de boeking niet aan Laura doorgegeven? Maar non. Pourquoi, papa? Wat is er met je? Also, was jetzt los? Nee, een kleines moment, bitte. Nous parlons seulement français. Maar... Et papa, Félix, vous a payé pour la chambre, non? Liefje, spreek je moerstaal als je kunnen we jetzt in het zimmer, oder? ja, nee, ik kan er niks aan doen. Hij had het zimmer geboekt. Also, dus... Je m'excuse. Ja, was is dat voor een onverschämtheid? Oké, wacht. Ik hoef eenmaal iemand aan. Je vais telefoneren of ik... Ik ga Laura bellen. Blijf hier! Zijn die Französisch? Het werkt wel, die Franse bijles. Als je die kamer aan iemand verhuurt, dan moet ik dat toch weten? Marjoleintje heeft die boeking aangenomen. Ik dacht natuurlijk dat die via jou kwam. Nou, dat is echt heel vervelend allemaal, Sam. Ik probeer je te helpen. Ik heb je speciaal aanbevolen bij deze mensen. Als we die nu moeten wegsturen, dan is dat gewoon heel slecht voor je goede naam. Ja, maar het is ook heel slecht voor mijn goede naam. Als vader dan, als ik haar vriendje die keurig heeft geboekt en betaald terugstuur naar Amsterdam. Je kan privé en zakelijk toch niet zomaar door elkaar laten lopen? Dat is heel onprofessioneel. Ja, maar Laura, ik ben onprofessioneel. Precies.
En als Laura heb ik daar natuurlijk alle begrip voor. Maar als vertegenwoordigster van de VVV vind ik dat jij als eigenaar van deze BNB gewoon nu een keuze